Klik stop en klik target. De intelligente stops kunnen worden toegevoegd aan uw studie en worden gebruikt bij volautomatisch trading, waarbij het systeem zowel de instap als de uitstap van positie bepalen op basis van de voorgestelde strategie. U kunt ze ook gebruiken met de semi-automatische modus. Daar opent de trader de positie zelf manueel en vervolgens zal het systeem automatisch de positie beschermen met bracket orders, dat wil zeggen een limiet en een stop order. De semi-automatische modus activeert u via TradeGuard en auto order of TradeGuard plus confirm. De volautomatische modus activeert u via auto order. De stops worden toegevoegd via de button indicator toevoegen en bevinden zich onder stops. De meeste stops zijn natuurlijk op prijs gebaseerd, maar ze worden intelligent genoemd omdat ze niet afhankelijk zijn van een vaste prijs, niet per se. Ze kunnen ook op intelligente wijze de markt volgen volgens een bepaalde logica. In deze film gaan we de click stop en click target bespreken. Dat zijn de klassieke stops. Dus we voeren ze in. Ze staan nu in mijn favorieten, dus ik selecteer ze en ik klik op stop. En ik sluit de venster. Hier zijn dus nu de click stop en click target aan mijn chart toegevoegd. Click stop zal dus een stop laten om mijn positie te beschermen. En click target zal een limit order plaatsen om mijn winsten te nemen. De afstand staat hierachter. Op het moment is het 30 voor beide. Het eenheid dat wordt gebruikt kan hier worden veranderd. U hebt de keuze tussen een procenttaal, de ATR, Average True Range, een aantal punten of een aantal ticks. De afstand is te veranderen door op het plusje te klikken naast de stops. U selecteert het hokje en u verandert het aantal punten, in dit geval, via het wieltje van uw muis of de pijltjes hier aan de rechterkant of door eenvoudig het aantal of het bedrag in te geven. Zoals nu. Het aantal is hier ook veranderd, het aantal punten. Ik zal de click target direct in de chart veranderen. Dat is namelijk ook mogelijk. Ik klik eenmaal op de cijfer en ik kan hier ook de cijfer veranderen met het wieltje van mijn muis of met de pijltjes aan de rechterkant of door de cijfer in te geven. En dan op het labelletje daaronder klikken om het vast te zetten. De click stop en click target zijn wel aan onze grafiek toegevoegd, maar ze zijn nog niet actief. Om ze actief te maken als ik een positie inneem, moet ik eerst de trade card activeren. Dus ik klik op dit button en ik selecteer trade card en auto order. Als ik nu een positie inneem, ik zal nu een positie verkopen, ziet u dat het systeem automatisch een stop order heeft geplaatst boven mijn positie en een limit order daaronder. De stop order bevindt zich aan een afstand van 15 punten van mijn positie. Ik heb gekocht of verkocht aan 4731. En de limiet staat op een afstand van 20 punten van mijn positie. Dat wil zeggen aan 4711. De prijzen van mijn orders kunnen nu worden veranderd door de muis op het driehoekje van het labelletje te zetten. En met de linker muisklik trek ik het naar de plek waar ik het
winst te zetten. Zo wordt de nieuwe prijs veranderd. Eveneens kan dit worden gedaan op de stop. Ik selecteer met de linker muisklik het driehoekje en ik trek het naar beneden. Deze twee orders, de trade cards orders, zijn beheerd door de platform. Het is dus nodig dat de platform blijft lopen. Als u de platform sluit, zullen deze twee orders namelijk worden gecanceld. De twee orders zijn ook OCO. One cancels other. Dat wil zeggen dat één van de twee, dat als één van de twee wordt uitgevoerd, de andere automatisch zal worden gecanceld. De orders kunnen worden gedeactiveerd. Dit doet u via TradeCard. Eenvoudig TradeCard deactiveren en de twee orders verdwijnen. Als ik TradeCard weer activeer, dan zullen de orders weer worden geplaatst, maar die zullen dan niet meer aan een afstand van mijn positieprijs worden geplaatst, maar aan een afstand van de huidige marktprijs. U ziet nu dat de prijzen zijn veranderd. Ze zijn nu niet meer aan een afstand van 15 en 20 punten respectievelijk van mijn positie, maar van de marktprijs die nu geldig is. Als ik nu de orders dichter bij de markt zet, dan zult u zien wat er gebeurt. Zo, mijn stoporder is door de markt geraakt. De positie is automatisch gesloten worden door de stoporder en de limietorder is gecanceld, geannuleerd. TradeCard is nog steeds actief. Dat wil zeggen dat als ik nu een nieuwe positie inneem, er weer een klikstop en een kliktarget zullen worden geplaatst aan respectievelijk 15 en 20 punten afstand van mijn ingangsprijs.